Zijn opa kwam uit Arnhem-Muiden. Hij zelf groeide op in Vlissingen. Bij Hoek werd hij publiekslieveling. En nu is hij trainer van Luctor Heike Sand. Vandaag in het 1-2'tje... Giovanni Sierenveld. En aan Giovanni stel ik geen normale vragen, maar gekke vragen zoals... Waar ben je bang voor? En als je iemand gekke vragen stelt, dan krijg je ook gekke antwoorden. Geen vrees. Wel dat ik niet van draaimolens hou. Met welke beroemdheid zou jij wel eens een dag willen ruilen? Denzel Washington. Denzel Washington? Yes. Ja, en waarom? Ik vind hem echt een gruwelijke acteur gewoon. Ja, ik zou wel eens willen zien hoe zijn leven eruit ziet gewoon. Ja, een keer dag Denzel Washington zijn. Ja. Hoe denk je dat zijn leven eruit ziet? Anders dan die van mij in ieder geval. Wat is de raarste belediging die jij ooit op het veld hebt gehoord? Pak die dikzak of zoiets. Of hou je bek dikzak of zo. Ja, dat zei John de Wolf toen. John de Wolf zei dat tegen jou? Ja. En wat dacht je toen? Ik keek eerst omheen of het wel tegen mij had. Maar ja, had het echt tegen mij. Ik was wel 2 of 3 kilo aangekomen, maar zo dik was ik niet, volgens mij. Wat opvalt aan jou? Je had al de gouden tand. Waar is die gebleven? Half jaar geleden was die gescheurd, zeg maar. Ik kreeg een scheurtje in mijn gouden tand. En toen heb ik hem eruit laten halen. Mensen bijvoorbeeld uit Vissersdorp hebben vaak een vissersoorbel in oor. En vaak mensen uit Suriname, Curaçao noem het maar op, hebben een gouden tand. Hey, waar ben je bang voor? Hey, geen vrees. Wel dat ik niet van draaimolens hou. Van draaimolens? Ja, ik kan er echt heel slecht tegen. Vroeger toen ik klein was, had je de octopus. Op de kermis? Ja, was ik in Amsterdam met mijn moeder. En dan ging ik met mijn moeder in de octopus. En waren we allebei zo zwaar misselijk geworden dat we taxi hebben genomen naar huis zijn gegaan. Allebei kotsen en sindsdien ga ik nooit meer in dingen die ronddraaien. Breakdance en zo. Nee, er is geen schommelschip of octopus meer voor, nee, voor jou. Nee, absoluut niet. Daar ga ik echt over mijn nek. Als jij nog 1 maaltijd mocht eten voor de rest van je leven, wat zou je dan eten? Als ik echt 1 zou moeten kiezen, zou het echt een Surinaamse bami zijn met moximiti. Ja, wat is daar zo lekker aan? Alles. Moximiti, dat is zeg maar kip, varkensvlees op verschillende manieren, zeg maar, wat er dan aan toegevoegd wordt. Mm. Ja, daar hou ik gewoon heel erg veel van. Hey, wat is de vreemdste plaats waar je ooit wakker bent geworden? In de auto bij een vriend. Ja? Ja, ik waren uitgegaan. Ik stapte in en ik was in slaap gevallen en ik werd wakker. Was trouwens bij Lionel. Lionel Lord, hij zou terugrijden. En ik was in slaap gevallen en ik werd wakker om 10 uur. Ja, we waren nog steeds daar. Hij was ook in slaap gevallen? Ja, hij zei ja, ik had geen zin meer om te rijden. Ik was moe. Dat was een man. Thanks.